Hallo iedereen, zin om te koken en te bewegen met een kampioen die staat te springen om naar de Olympische Spelen te sprinten. Hanne, je bent Belgisch kampioen, 200 meter. Je bent een van de beste Europese hordelopers op de 400 meter en je werd vijfde in 2019 op de 4x400 in Doha. Dat is ongelooflijk. Hoe is het met u? Ja, goed eigenlijk. Ja, ik ben in volle voorbereiding voor de Olympische Spelen, dus ja, super tof. Ik ging net zeggen, dat is waarschijnlijk uw main focus. Dat is het doel. Ja, op dit moment zijn we alleen daarmee bezig, dus... Constant? Ja, 100%. Amai. Want we staan hier trouwens aan uw trainingscentrum. Hier gebeurt het allemaal. Hier zijn de medailles die aan het ontwikkelen. Maar voordat we het over de sport gaan hebben, zou ik u graag een paar vragen willen stellen over koken en eten in het algemeen, als dat goed is voor u. Heb je zo een speciaalke dat je eet tijdens of voor kampioenschappen? Als warme maaltijd kip met een beetje rijst, die dan makkelijk verteert. Of peperkoek, zo'n uur voor de wedstrijd ongeveer. Eerder quinoa of pizza? Qua lekkerheid? Ja, ik eet wel veel meer quinoa op dit moment. Na een overwinning, wat eet je dan? Ja, dan mag ik wel eens frietjes eten of zo af en toe. Ja. Welke zijn de drie belangrijkste ingrediënten op het bord van een kampioen? Ja, probeer niet te veel te eten. Iets dat makkelijk verteert en ook niet dicht op je training. Welkom in de foodtruck, Hanne. Voordat we beginnen, ik ga u geen gouden medaille rond uw nek doen, maar wel een schort. Oh, dank u. Voilà. Dus ik had skier gekozen, een paar zaadjes erdoor gedaan, haver, fruit, blauwe bessen eigenlijk en een banaan. Ik dacht, we gaan een kleine twist aangeven. We gaan zelf een granola maken. Je mag beginnen met wat amandelen, cashewnoten, 125 gram van elk, 100 gram lijnzaad, 100 gram sesamzaad, havervlokken, 125 gram en dan de laatste gepofte spelt. 100 gram moet daarvan toevoegen. 1 eetlepel kokosvet, notenpasta, ik weet niet dat je dat... Ja, dat is zo een beetje gelijk pindakaas. Dat gaat zo echt zo die notensmaak nog extra accentueren. En dan als laatste, voor de zoete smaak, zo wat honing. Je mocht ongeveer 2 eetlepels erop spuiten. Roosteren op 150 graden en rekenen een half uur of zo. Hanne, na de granola, kent je dit? Ja. Met joeldadels. Een beetje munt, een handvol frambozen. Je mocht daar ook die blauwe bessen aan toevoegen. Nee. Dat is perfect. Ik ga hier een beetje honing gebruiken, gewoon om die zuurte wat door te breken. Voilà. Skier van onder. Moest je geen skier willen, je kunt ook zeker gewoon yoghurt gebruiken. Dat is geen probleem. Het is gewoon omdat Hanne Klaas heeft redelijk wat eiwitten nodig. Niet te veel vetten. En skier is daar perfect voor. Nee, Hanne, jij moet dat straks volledig opeten. Oké. Okay. In 4 minuten. Ik ben anders in 55 seconden. Oeh. Terwijl dat jij 400 horden doet. Maar hordes, jij gaat mij hordes laten doen. Je bent helemaal maf, jong. Tadaa! Was, hè? Geniet ervan. Zeg, Hanne, ik heb zo'n paar maten op de voetbal, die lopen veel sneller dan ik. Heb jij misschien zo wat oefeningen of tips om sneller te worden? Ja, natuurlijk. Kan ik u mee helpen, ja. Hanne, zoals topsporter, hoe ziet er een doordeweekse dag uit voor u? Opstaan, ontbijten, echt een heel lange opwarming en dan de kern zelf van uw training en dan waarschijnlijk nog kine, ijsbad. Ah, dat was alleen maar de voormiddag? Ja. Ah ja, oké. Okay. Dan gaan we samen eten, relaxatie. Oké, dus nu is het een beetje spaarzaam zijn met uw lijf om dan zo te groeien tot die finale. Tot een piekmoment eigenlijk. Okay. Ja. Een heel makkelijke tip is je armactie versnellen. Als je je armen gaat versnellen, dan gaan je benen automatisch volgen. Dus door gewoon dat sneller te doen, gaat rapper gaan? Ja, dan gaat het rapper gaan. Ja, nu doe ik het goed. Okay. Het ziet er wel een kei belachelijk uit. En probeer zo snel mogelijk echt alleen maar op je armen te letten, ça va? Tijd! De bedoeling is dat je eigenlijk in redelijk hoge snelheid komt aangelopen. Afstoot, je knie eerst de beweging laat maken, over de horde stapt. En dan hier zo bijtrekt en dan terug vertrekt. What the fuck? Klaar. Start! Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan, kom aan!
Je bent er bijna. Kom aan, nog even. Kom. Yes. Goed gedaan, hè? Dat is perfect. Hanne, dikke merci voor vandaag. Veel succes bij de Olympische Spelen. En je weet dat wij allemaal voor u supporten. Dus een medaille, dat is het minste wat je kunt doen. Dank je wel. Ik zal mijn best doen. Ik ga zitten, want ik ben... Op. Deel jouw recepten en sporty keukentips via Instagram. En tag ons, want als je meer dan 250 likes hebt, kom je in de kampioenenlijst van De Leize Magazine. En dat is toch top? Trouwens, meer recepten en workouts ontdekken van onze kampioenen? Surf naar deleize.be.